Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Oranje Dak, PJH Hoogwerkerverhuur, Sir Winston Casino, Verschoor, Weboma, Velo's Court for Warchild en trainingskampen.nl. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Deze aflevering is volledig gewijd aan de voetbalvereniging Velo. De Wateringers maakten begin januari een trainingskamp. En traditiegetrouw was dat op Gran Canaria. Alle spelers en begeleiders verzamelden aan de Noordweg in Wateringen om van daaraf te vertrekken richting luchthaven Schiphol. Na een vlucht van bijna 5 uur landde het toestel op Las Palmas. Wij vingen Velo op en spraken kort met leider Chris Molenaar en de aanvoerder van het eerste team, Gerben Koop. Hey. Chris, inmiddels gearriveerd. Goede vlucht gehad. De landing ging niet goed. Hij trok hem weer omhoog. Ik mag het niet zeggen, maar ik schrok me de pleuris. Al die gasten op een gegeven moment, maar het ging niet goed. En het ging niet boven nog een rondje maken. Want ik vind het allemaal zo lekker boven dat water, dus ik hoef je niks te vertellen, toch? Ja, een extra vluchtje gehad. Ja, voor die centen, dus dat is niet verkeerd. Maar die ene zegt net, dan loopt het net even weg, dus ik ga lekker met een taxi terug. Oké, maar het serieuze werk gaat beginnen. Alles goed, ja daarom. En hoor ik net hier, dus je weet het, hè. Mooi weer voor die gasten en voor mij ook natuurlijk. Dus kom goed. Veel plezier. Ja, dankjewel. Hoi. Dag, Gerben, je moet even de telefoon afbreken. Mag ik jou zo even terugbellen? Maar ik word morgen interview op. Ja. We gaan dadelijk terugbellen. Hey, welkom op Las Palmas. Hoe was de vlucht? Een klein ongemakje, hè, op het Endorf. Dus, schrikken, heb ik gehoord. Nou ja, schrikken. Gelukkig schrikken we niet zo snel. Maar het was nog even iets. Inderdaad, hij moest even gas bijgeven om nog een extra rondje te geven aan ons. Wacht, een mooie die trainingskamp. Want jij hebt er al wat meegemaakt in de afgelopen jaren. Ik ben langzaam de tel kwijtgeraakt, hoor. Maar inderdaad, het is niet mijn eerste keer hier zo. Het went wel lekker eigenlijk. Dat gaatje of 20 in de eerste week van januari, daar keek me nog wel voor plaaien. Mooie voorbereiding dat ik op het tweede seizoen zelf, want de punten kunnen jullie nog gebruiken. Punten hebben we heel hard nodig. Dat zeker. We hebben een goede serie erop neergezet voor vlak voor de winststop. Waardoor je toch een beetje uit de onderste regionen bent gekomen. Maar met zo'n trainingskampje erbij heb ik er weer goede moed op dat we er direct na de winststop weer goed staan. Goed, op naar de bus en op naar het eten. Zo is het. Ik heb wel een beetje honger. Velo vertrok vervolgens per bus naar het hotel, waar het direct kon genieten van het diner. De volgende ochtend stond de eerste veldtraining op het programma. Een training die begon met oefeningen onder leiding van de medische staf. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Velo belegt ieder jaar weer met een groot groep spelers van het eerste en tweede elftal een trainingskamp. Maar
maar ook met een vaste begeleidingsgroep. Wie zijn nu die begeleiders? Wij halen ze voor de camera en ze stellen zich zelf even kort voor. Ik ben Mart Verpaassen en wat ik op het trainingskamp doe is meestal de jongens verzorgen van een sinaasappeltje en ik verzorg ook het materiaal. Dat was het ongeveer wat ik doe. En de sinaasappels dit jaar, beter dan vorig jaar? Nou, ik moet zeggen, ik maakte net een geintje erover, maar ze zijn gewoon weer hartstikke lekker. Het is net of dat je in het Westland zit met druiven, maar nu zitten we hier in Spanje met sinaasappels. Dat is eigenlijk het verschil. Ik ben Ruud Doris, ik ben voorzitter van de sponsorcommissie bij Velo. En hier op trainingskamp zorg ik voor de fotootjes en wat tekstjes op internet, zodat we dagelijks een verslag hebben op het internet. Foto's maken met dit weer, dat is geen vervelend iets. Dat is niet vervelend, nee. Dat mogen we wel stellen hier. Het is wel wat winderig, maar de temperatuur 20 graden, ja, dat is wel aangenaam. Ja, ik ben Chris Molenaar, ik ben leider van Velo 1. En mijn taak is, ja, door de week weten we het, hè, of zondags. Door de week ben ik op de trainingsavonden en zondags bij de wedstrijd. En de trainingskamp, ja, dat regel ik de kledinglijn. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. En ja, de randverschijnsel met het reisbureau. En ja, we hebben zat mensen om, iedereen heeft zijn taak hier. Dus ik ben mij eigenlijk alleen maar bezig van, zien ze er goed uit. De uitstraling voor de club. Ja, daar hou ik gewoon van. En dat is eigenlijk ook mijn hobby. Ik ben Connie Wubbe. Ik ben de verzorgster van de tweede van Velo. Dan je functie op zo'n verzorgster, druk? Valt op zich mee. De verzorging, de jongens zijn aardig fit, dus dat is allemaal goed te doen. En de hersteltraining pak ik hier altijd mee en de core stability trainingen. Ik kan me herinneren dat je het vorig jaar een stuk druk had met hersteltrainingen. Ja, klopt. Toen hadden we echt wat langdurige blessures ook. En nu hebben we gelukkig maar drie apart, dus dat is mooi. Dus ook een beetje genieten van de omstandigheden dan? Zeker weten. Ik ben Leen Verhaalzonk en ik ben de vlagger van de tweede. En ik ben weer gelukkig om mee te mogen op trainingskamp. Dat vlaggen tegenwoordig, is dat nog steeds net zo leuk als dat het vroeger was? Nou, ik doe het nu 5 seizoenen en nou, er zitten wel eens wat minder wedstrijden tussen. Maar over het algemeen gaat het goed. Van wie heb je het meeste last? Van de spelers in het veld of het publiek langs de kant? Mensen die achter hier staan. Daar heb je het meeste last van. Dat roepen ze wel? Ja, zou ik dat maar niet zeggen. Het verschilt per vereniging, maar vaak word je er niet gelukkig van. Louis de Letter, secretaris van Velo, ook lid van de technische commissie senioren en in het verlengde daarvan ook lid van de totale technische commissie van jeugd en senioren. Maar je loopt al wel heel wat jaren mee bij Velo. Ongeveer wel, ja. Ik ben met 10 jaar ben ik lid geworden van Velo. Inmiddels ben ik jong nog, maar ik ben inmiddels 67, dus ik ben 57 jaar lid van de vereniging. Dat is een hele lange tijd, ja. Zo'n trainingskamp, dat is altijd wel zijn de krent uit de pap. Ja, in mijn tijd had je dat natuurlijk niet. Toen was er natuurlijk totaal geen sprake van een trainingskamp of zo. Toen kreeg je nog misschien twee. Ja, je kreeg wel 2 consumptiebonnen na afloop van de wedstrijd. En dat werd strikt in de gaten gehouden dat je er geen 3 kreeg. Dus dat waren de enige, hoe moet ik het zeggen, faciliteiten die wij hadden in mijn voetbalperiode. Nou, ik ben Patrick Butt, ik ben grensrechter bij Velo 1. En hier op trainingskamp hoeven we eigenlijk weinig te doen als grensrechter zijn. We zijn lekker relaxed zijn we bezig. En gewoon lekker van het weer genieten en die jongens een beetje begeleiden. Maar als assistent scheidsrechter hoor je wel bij zo'n groep? Ja, duidelijk wel. Ik vind het wel leuk met die gasten. Het jaar werd het wel een beetje moeilijk met al dat jonge spul erbij en andere jongens die weggingen. Maar toch, na een paar weken krijg ik toch wel weer een band met de gasten en dan, ja, gewoon heerlijk. Nou, we staan hier aan de zijlijn, dat is niet voor niks. Nee, ja, ik hoor aan de zijlijn. Eigenlijk hoor je er niet bij. Ik doe ook wel eens met een bespreking met, als alles op het bord staat, begrijp je? Dan teken ik ook nog een kruisje aan de zijkant en dan kijken ze, de trainers kijken me aan en ik zeg, ja, dat ben ik. Weet je, je moet een beetje de grap er ook en de lol erin houden van het grensrechter, vind ik. Ik ben Karin Maartens en ik ben wedstrijdssecretaris bij Velo. Wedstrijdssecretaris bij Velo, ben ik betrokken bij het voetbal. Je bent voor de tweede keer mee op trainingskamp. Ja, klopt. Het is in eerste instantie ook om voor Connie. De verzorgster die is dan als enige vrouw. Dus het was leuk dat ik in het bestuur kwam en dat ik ook mee kon. En ik vind het ook heel erg leuk om erbij betrokken te zijn bij de jongens. Dan gewoon om te zien hoe dat proces zich in een week ontwikkelt. Hoe de jongens in die week een groep worden. En hopen dat de resultaten goed blijven. Hoe anders is het trainingskamp van vorig seizoen met dit seizoen? Er zijn nu een heleboel jonge jongens bij die
moeite, misschien wel moeite hebben om zich te gedragen zoals het hoort op een trainingskamp. Dus de juiste balans te vinden tussen inspanning en ontspanning. Ik ben Peet van der Zanden. Tot voor kort was ik jeugdvoorzitter bij Velo. En daar ligt eigenlijk verder regelmatig mee met die trainingskampen. Want op zo'n trainingskamp heb je tijd met de staf van het eerste, de bestuursleden die er zijn, om gewoon zaken door te nemen en wat meer de tijd te nemen voor het ontwikkelen van beleid. Kijken wat de problemen zijn en hoe je het kan oplossen. Daar hebben we alle tijd voor op zo'n trainingskamp. Bij Velo actueel momenteel, hè, eventueel, altijd niet met de zaterdag gestart of jeugdvoetbal op zondag. Ja, Velo, ik ben nu trouwens bestuurslid de verenigingszaken op dit moment. En Velo heeft inderdaad met het jeugdbestuur zijn we bezig om de jeugd naar zondag te krijgen. Omdat er bij Velo een enorme ontwikkeling is naar de zaterdag. Tot voor kort hadden we 2 zaterdagteams, dat zijn er nu 7. En als we het een beetje uitrekenen, komen er volgend jaar nog 3 recreatieteams bij en waarschijnlijk een standaardteam. Dus ja, dat moet je ruimte creëren, met name op velden en kleedkamers, om die jongens te laten voetballen. We willen die leden niet kwijt. En we krijgen ze met geen mogelijkheid meer op de zondag aan het voetballen. En zeker niet dat het jongens zijn van de lagere A. Ik ben Frits Rijsemus, leider van Velo 2. Daarnaast ben ik ook jeugdbestuur technische zaken met Alex en Biet de A en de B jeugd. En ik coördineer ook de medische zorg voor de jeugd. Frits is een man die we weinig horen, maar wel heel actief en nadrukkelijk aanwezig is bij Velo. Ik doe veel dingen met Chris en met Mart van Paasen samen. Met name de jeugdopleiding is heel belangrijk. Zoals jullie weten komen er heel veel jeugdspelers door. Daar moet je heel veel aandacht aan besteden. De jeugd is de basis om je eerste en je tweede elftal te promoten. Maar ook te voorzien van goede jeugd. Dankbaar werk. Zeer dankbaar werk. Ook leider van de tweede. Je krijgt jonge jongens. Er komen jongens van 2. Van 1 komen naar 2 terug. Blessures. Dus je brengt weer jongens naar 1 toe. Het is heel anders dan het eerste elftal, maar ik vind het leuk om tussen al die jonge gasten te werken. Nou, ik ben Kees de Jong, verzorger Velo 1, selectie. Hersteltrainer, sprinttrainer, coördinatietrainer en verzorger, masseur bij de selectie 1. Trainingskamp, mooie gelegenheid om spelers fit te maken. Ik zag je volop aan de slag met Benjamin. Ja, inderdaad. Benjamin, een blessure aan zijn knieën. Je moet eigenlijk zo snel mogelijk terug. Belangrijke speler. Hier de ideale mogelijkheid om zo snel mogelijk terug te krijgen en fit. Na de training wandelde de selectie terug naar het hotel. Onderweg kwamen we een ploeterende Kees Tempelaar tegen. Kees, heerlijk hè, zo'n extra training? Ja, dat is een cooling down. Nou, voor mij is dit gewoon echt een training om hier omhoog te gaan. Want dan merk je toch wel dat de knietjes niet meer helemaal tof zijn. Nee, want je hebt nog steeds naweeën ervan, hè? Ja. Nee, maar het was gewoon een heerlijke training. Nou, jullie zijn er zelf getuigen van geweest. En toch lekker professioneel. Het is leuk dat Marcus Sloos als derde trainer ook mee is met Ron Kouwenhoven. De medische staf heeft het eerste gedeelte van de training voor zijn rekening genomen. Ja, ik denk toch dat je redelijk professioneel bezig bent. En dat doen we natuurlijk al een aantal jaartjes. Dus alleen maar genieten. Het laatste stukje naar boven, Kees. Ja. Dat Velo niet naar Gran Canaria was gekomen om alleen van de zon te genieten, is duidelijk. Ook de volgende dag werd er weer getraind. En na die training de vraag aan Jari Puister, de doelman van de Wateringers, wat hij tot dan van het trainingskamp vindt. Ja, top. Het is wel een even wennen aan het veld, zeg maar. Het is een heel ander veld. Ja, het is supermooi weer. Complex is prachtig. Het is even wat anders als vorig jaar bijvoorbeeld. Hè? Weekendje Groningen en nu 7-8 dagen hier in Gran Canaria. Top weer. Ja. Het spreekt voor zich. Prachtig. Je hebt er geen spijt van dat je de keuze gemaakt. Ja, kijk, Velo was voor jou niet helemaal nieuw. Je hebt er eerder gespeeld. Ja. Maar je hebt er geen spijt van dat je de keuze gemaakt hebt afgelopen zomer voor Velo? Nee, zeker niet. Nee, het is voor mij een logische stap. Bij Haaglandia was het gewoon een simpele keuze voor het niveau. En daar hebben ze toen voor de finale gekozen. Zijn ze automatisch naar de hoofdklasse gegaan. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik had weinig vertrouwen in de organisatie dat het echt tot stand zou komen ook. Ja, dat blijkt. Dus het is een hele gezonde keuze die ik heb gemaakt naar Velo. Dus ik kan me nog goed ontwikkelen. Ze zijn vrienden van me. Tegelijkertijd op niveau. En ik denk dat ik mij daar veel sneller in ontwikkel. Ja. Ik heb wel in het begin nog even de concurrentiestrijd gehad. Gezonde concurrentiestrijd. Ja. En die ben je uiteindelijk gewonnen. Ja, die heb ik gewonnen. Dat klopt. Daar ging ik van mezelf ook eigenlijk een beetje van uit. Daarom had ik de keuze ook gemaakt.
Maar het was een afspraak die van tevoren was gemaakt dat we allebei 3 wedstrijden zouden keepen om een eerlijke kans te krijgen. Daar ben ik uitgekomen. Dus mooi. Belangrijk dat nu in de laatste fase de puntjes zijn gekomen. Zo, en of. Ja, nee, dat is heel belangrijk voor het teamgevoel ook. Wij hebben bij het begin even lopen sleuren. Net niet, iedere keer 1 doelpuntje. Ja, dat is gewoon balen. Dus nu een hele goede serie en hopen dat we dat volhouden. Ook s'avonds had Velo regelmatig een activiteit gepland. Ditmaal een quiz onder leiding van Louis de Letter. Vertrok de selectie van Velo naar Vecindario om daar een oefenduel te spelen tegen de zaterdag topklasser Ajax. De wedstrijd tussen Velo en Ajax was van goed niveau. Beide ploegen gingen vol voor de winst. Eerste klasser Velo trok door een vrij doelpunt van Renier Martensen en een benutte strafschop van Dennis van Tricht aan het langste eind. Na de wedstrijd was speler Michiel Dreisma content met het spel en het resultaat tegen Ajax. Nou, het is een goed resultaat natuurlijk. Dus, op zich was het, zij hadden wel kwalitatief een betere ploeg, dus voor ons was het pittig. Alleen wat eigenlijk in het begin van het jaar een beetje ons probleem is geweest, dat kwam er nu uit. Dat we gewoon op de juiste momenten de goals maken. Dus dan win je, dat is wel leuk. Dat is toch goed. Ze spelen 2 klassen hoger, je ziet ook zo'n ploeg fysiek sterk is. Ja, absoluut. Ja, fysiek zeker een stuk sterker dan ons. Maar ook voetballend. Het moet gewoon realistisch in zijn. En het is leuk voor ons, een reuze leuk resultaat. Maar dat is wel even een ander niveau inderdaad. Maar ja, jullie komen toch op 1-0 voorsprong. Prachtig doelpunt. Ja, standaard situatie. Doen we niet vaak. Volgens mij de eerste keer dat we dit jaar... Vanmorgen op getraind heb ik gehoord. Ja, klopt. Kwam ook uit. Dus dan heeft het toch wel zo zin, zo'n trainingskamp. Ja, dus, jammer, dan heel snel staan ze weer op gelijke hoogte. Ja, binnen 1 minuut denk ik. Ja, ik weet niet. Misschien waren we nog in de waan van de goal. Nee, maar ja, dat weet je dat je ook daar tegenaan kan lopen, denk ik. Maar op zich vonden we ook een mooie goal. Dus dat kan gebeuren. Hoe bevalt het trainingskamp tot nu toe? Ja, goed. Mooi weer en wordt flink getraind. Het is pittig, dat wel. Alleen het is ook gewoon de gezelligheid erbij. En dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Om ook in de teambuilding daarin goed te doen. En dan word je ook als team beter, denk ik. Dus ja, heel leuk. Heel leuk tot nu toe. Je bent afgelopen zomer overgekomen van DSVP. Hoe moeilijk was de overgang van DSVP naar Velo? Ja, dat was pittige. Zeker in het begin. Ik heb vorig jaar een heel moeilijk seizoen gehad. Heel gedegradeerd en op een laag niveau eigenlijk. Dus om daar helemaal in terug te komen heb ik wel een tijdje voor nodig gehad, zeg maar. Maar ik heb gelukkig die kans wel gekregen. Dus die aanpassing die heb ik gelukkig kunnen maken uiteindelijk.
En naar mijn zin, dus dat is het allerbelangrijkste. Je maakt tot doelpunten, dat is natuurlijk belangrijk, want je kwam ook voor de doelpunten. Ja, goed. Kijk, die druk is me niet echt opgelegd vanuit Velo zelf, maar dat gaat van buitenaf uiteraard gebeurt dat. Ook als spits is het belangrijk dat je goals maakt. Nou ja, ik heb er nu 10 gemaakt, dus dat is lekker. Dat is voor mij als vertrouwen ook heel goed. In het begin was het ook nog wat weifelend, zeg maar na de hand begin je daar ook vertrouwen in te krijgen. En dan ga je goals maken en dan help je ook je team. Daar word je gewoon op afgerekend. 2 dagen later stond de tweede oefenwedstrijd voor Velo gepland. Wederom was de tegenstander een topklasser, ditmaal Barendrecht. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Velo verloor het duel uiteindelijk nipt met 1-0 van Barendrecht. En na het duel spraken we met Velo-speler Dennis van Tricht. Dennis, tweede oefenwedstrijd op de trainingskamp tegen Barendrecht. Jouw eerste visie over de wedstrijd? Ik denk dat deze 2 stapjes verder zijn als Ajax. Dat is echt een hele goede ploeg. We staan ook niet voor niks zo hoog in de topklasse. Dus ik denk dat wij een goed resultaat neergezet hebben vandaag en daar mogen we best wel trots op zijn. Als je kijkt de eerste helft, staan jullie met name in verdedigend opzicht heel goed. Het was moeilijk doorkomen voor Barendrecht. Ja, klopt. Je moet compact spelen, dat hebben we gedaan. Linies kort houden. Wat ten opzichte van de wedstrijd tegen Ajax deed de verdediging nu wel die 20 meter vooruit. Waardoor de linies nog korter werden. We hebben eigenlijk niks weggegeven. Toch wel wat kansen gecreëerd. Dus ik denk dat we vooral eerste helft, met name de eerste helft, heel goed stonden. Tweede helft zie je heel veel wisselingen in het elftal. Dan wordt het heel anders voetballen. Toch krijgen jullie die tweede helft nog wat mogelijkheden. Ja, zeker. Je gaat verder vooruit spelen, dus je creëert ook meer. Daartegen geef je wel een hoop weg. Dus ik denk dat die jongens gewoon nog 2-3 hadden kunnen maken, had je niet moeten klagen. Je ziet wel het verschil in die topklasse bij Barendrecht. Heel veel 1 keer raken de bal, waardoor jullie ook heel veel loopwerk moeten doen. Ja, tuurlijk. Je zit heel kort en toch krijgen ze het voor elkaar om met 1 keer raken onder de druk uit te voetballen. Dus dat is gewoon knap. Alle complimenten voor die jongens. Toch 2 wedstrijden tegen zaterdag topklassers. Als je dan zo speelt, dat moet vertrouwen geven voor de tweede seizoen zelf. Ja, ik denk dat wij enorm sterk zijn op dit moment. En we spelen nu 1-0, win 2-1 van Ajax. Ja, ik zie de tweede seizoen zelf heel positief in. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Waarin we het Wateringse Velo hebben gevolgd op hun trainingskamp op Gran Canaria. In de volgende aflevering volgen 2 andere clubs die ook een trainingskamp hadden belegd op datzelfde Gran Canaria. Dan heb ik het over Gedia en Scheveningen. Graag tot de volgende aflevering. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Oranje Dak, PJH Hoogwerkerverhuur, Sir Winston Casino, Verschoor, Weboma, Velo Scoort for Warchild en trainingskampen.nl.